zijn begonnen. Ah, oh, kijkertjes, Herman, die begeeft het van de zenuwen. Ja. Al 10 keer naar de zee geweest. Echt waar. Allemaal zenuwplasjes gedaan. Hij wou zelfs net al in de auto gaan stappen, terwijl hij helemaal niet weet waar hij heen moet. Ja. Ik hou het niet meer. Je houdt het niet meer. Nou ja, zal ik je dan verlossen? Tenminste, deels. Kijk, want ik ga helemaal wat overhandigen. Envelop nummer 1. Hoi, envelop nummer 1. Even kijken wat er zit, waar? Buddy. Dat we ergens gaan overnachten, had je vast al geraden. Ja, ik heb een appje gekregen van Mandy dat we inderdaad ergens naartoe gingen. Gingen overnachten. Maar meer dan dat ga ik je nog niet verraden. We reizen eerst een eindje van hier. Enkel voorzien van een aanwijzing op papier. Oh, en dat zijn coördinaten. 51 graden, 59, 0, 3.5 noord. 5 graden, 54, 44.8 east, denk ik. Je krijgt het niet cadeau. Nee. We moeten wat doen. Nee, ja, zal ik hem even in beeld nemen? Ja. Even kijken, zit ook zien. Even kijken, stelt hij scherp? Nee, stelt niet scherp. Geocaching 2.0 hoor. Oh. Nou. Dus. Ja. Dat wordt Google Maps erbij pakken. Okay. Zal ik in de auto verder vloggen? Dan kun jij eventjes zonder de camera op je gezicht even op zoek gaan. Is dat vriendelijker? Ja? Oké. Arnhem! Het is Arnhem. Arnhem, daar gaan we naartoe. Dat is de bestemming. Ja. Ja. Ah, ik vind het ook heel leuk dat Mandy meegaat. Was ze voordat ik alleen moest. Het is wel fijn dat ik meega. Oh, dat is leuk om te horen hoor. Ik mag mee jongens, ik mag mee. Ja, ja. Gelukkig. Nee, daar gaan we naartoe. En daar zal dan de volgende aanwijzing wel komen. Ja. Ja, midden in Arnhem. Ja. Ben benieuwd. We hebben in ieder geval een plaats waar we heen gaan. De plaats is bekend. De plaats is bekend. Ja. Oh, dit is wel echt even een hobbelvlog zo. Oh, het kan er daar geen stuk bij. Nee, inderdaad. Kan er daar geen stuk rusten. Nou, dus wel opletten. Wij gaan op naar Arnhem en daar vloggen we wel weer. Ja, de volgende aanwijzing. Het is ons gelukt. We zitten in de parkeergarage. We moesten eventjes wachten, maar het is gelukt om een plekje te vinden. Ja, drukjes. In Arnhem. We zijn dichtbij. Ik weet nog steeds niet precies waar de exacte locatie is. De locatie is. Ik zei al tegen Herman, voordat we uitstappen en op pad gaan. Ja. Nummer 2. Ja, je ziet dat in spiegelbeeld, maar dit is envelop 2. 2! Dus, alstublieft. Spannend hoor. Spannend. Vandaag slapen we op een heilige plek. We gaan op zoek naar datgene wat Gollum heel erg precious vindt. Al klinkt dat een beetje gek. Ten slotte sluiten we de dag heerlijk af. Nee, dat vind jij zeker geen straf. Alright, precious. Ja, doe me denken aan een ring. En een heilige plek. Ja, een heilige plek. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, een heilige plek. Denk aan een kerk of wat dan ook. We gaan het zien. We gaan het zien, ja. Precious. We gaan de deur precious. Uit en gaan even op zoek. We gaan op zoek naar hetgene wat Gollum heel erg precious vindt. Wat klinkt dat wel gek. Wordt vervolgd. We zitten in de kosterswoning. De kosterswoning hebben we ons eigen gemaakt. Nou, ik zeker. Het was een geweldig. Het is een geweldig cadeau. Zo. Kijk, een heerlijk bed. Ik heb er eventjes op gelegen, maar wow. Oh, ik was zo blij. Herman heeft hem goedgekeurd. Ja. Ja. Ja, echt in de kosterswoning. En dan gaan we gewoon straks een ring kopen. Ja, dat moest. Ik zal even een beetje filmen. Ja. Hier heb je een
wastafeltje, handdoekjes, spiegel, een lamp. Hier heb je dan het bed. Hier heb je nog een kastje. Stoeltjes. Aan deze kant heb je dan nog een plekje waar je koffie en thee kan pakken. Raam, mooie gordijnen. Deur, glas in lood zit erin. Badkamer. Toilet. Regendouche daarachter. Nou, van alle gemakken voorzien. Ja, geweldig. Geweldig. Nog een lamp. Ja. Een lekker ontbijt, zeiden ze al. Ja, ontbijt dus, zitten wij in. In de kerk. In de kerk, zondagochtend in de kerk ontbijten. Ja, ja, ja. 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 Leuk, hier een plat op grond. Oh ja. Leuk, ja. Ja. Even kijken hoor, ik kan hem een beetje scherp. Ja. Dit is de kosterswoning dan. Dan zitten wij inderdaad. En dit is de kerk zelf. En Mandy zei al wel, er zijn hangende kamers. Ja, die hangen echt in de kerk. In de kerk, ja. En straks in de kerk, morgen vroeg, heb je hier het ontbijt. En er was ook weer een restaurant hierbij, begreep ik? Ja, er zit ook een restaurant bij. Ja. Dus, super mooi. Ja. Dus, nou ja, we gaan nog weer even verder. Zo. We zijn er klaar voor. We gaan uit eten. Een hele chique Herman staat er voor me. Ja, ik moet even netjes gekleed gaan. Dus ik heb net de kleedjes uit het kast gehaald. Ja, zo. Net de schoentjes. Schoentjes. Ja, vestje. Poesje. Ja. Helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Ja. Dus, Ja, en ik zit in mijn joggingspak. Ja, we gaan naar McDonald's. Nee, ja. Nee, kijk, kijkertjes. Nee. Ik zal zo ook mezelf wel even filmen. En moet hij wel maar even doen zo. Maar, update over de ring. Ja, nou, wij liepen daar verschillende juli zijn we binnen geweest. Ja, misschien wel 6 of 7. Echt heel veel. En op zich zagen we een mooie ring, maar niet in onze maat. Dus ja, dan houd het op. Maar ja, toen we zaten dat te lopen en zo, en hadden we zo met elkaar over van ja, eigenlijk de ring die we dan zouden kopen, zou dan toch voor mij de tweede ring zijn. Want Herman heeft onze oorspronkelijke ring nog steeds om. Dit is echt mijn eerste ring. Mijn eerste ring, dus ja, het zal altijd de tweede ring zijn. Ja, een hele goede tweede zou het zijn. Dus, ja, ja, ja voor mij zou het de eerste ring worden weer. Ja. Dus wij hebben nu wat anders gedacht. Ja. Manny kwam ermee, een heel goed idee. Mandy koopt gewoon een ring. Ja, dan wordt het mijn nieuwe ring. En dan houdt Herman gewoon zijn ring. Want eigenlijk, elke ring die we nu samen zouden kopen, die ring zou bij Herman op de tweede plek komen. Ja. Ja, en alles deed eigenlijk een beetje onder voor de ring die we samen al eerder gekocht hadden. Ja. Klopt. Dus vandaar dat we besloten hebben dat ik dan gewoon een andere ring krijg. En dat we het zo oplossen. Ja. Maar ik ga even nu mee. Oh jee. Kijk eens. Oh. Ja. Plaatje. Ja. Daarmee ga ik uit eten. Naar het restaurant. Ja. Geweest, want we zijn druk aan het eten geweest gisteren. Ja, we hebben ons buikje vol gegeten hoor. Sushi! Heerlijk! Wow. Ja, dat was echt lekker. Super lekker. Heel mooi echt zo. En vanochtend nog lekker ontbeten. Hé man, wat is dit? Het zou droog zijn. Ja. Ja, Dennis houdt ons voor de gek. Ja, weet je wel. Ja.
Nee, nu zitten we in de wildernis, zoals je ziet. Ja, maar even... Pak zonvleet, zijn we? Ja. Oeh, en het gaat lekker hard. Ja, inderdaad. Daar gaan we los op blijven, maar... Nog niet. Nog niet. Nee, een kerkdienst hebben we bezocht vanochtend. We zijn even in de kerk geweest. Ja, in de kerk zelf was het ontbijt namelijk. Ja, het was echt wel heel mooi ingericht, heel sfeervol. Hele goede gastvrijheid. Klopt. Mandy heeft er foto's gemaakt. Ja, in de kerk hangen we voor de hotelkamer. Heel bijzonder. Heel mooi. Ik zal na deze vlog zal ik even de filmpjes of de foto's achter het filmpje doen. Ja, leuk. Ja, wij gaan een beetje uitwaaien. Ja. Ik denk dat we zo meteen maar even verder moeten vloggen over ons avontuur. Ja. Afscheid nemen.
Jammer. Ja, jammer, ja. Mol is eruit. Ja. Dat is echt wel fijn. Het was een avontuur. Ja, het Valentijns cadeau van mij aan Mandy. Dat hebben wij nog niet gefilmd. Nee, en dat moet echt in beeld. Wow. Ik ben hier echt heel druk mee bezig geweest hoor. Het is eigenlijk een zoals de vrienden hadden genoemd, een selfie poster. Dat kun je wel zeggen, ja. Een selfie poster met allemaal selfies van ons erop. Ik moet ook even hoger gaan staan om het in beeld te brengen. Zo. Oké, komt-ie, hè? Ja. Komt-ie. Wow. Ja, zijn maar 2,5 jaar al selfies. Wow, hij weerspiegelt een beetje, maar het moet van bovenaf. Het is zo groot. Ik zal ondertussen even een beetje gaan inzoomen. Onze eerste foto staat erop. Onze eerste foto. Die, en ook van Sardinië, Vlieland, Canada. Maar ook bijvoorbeeld van de eerste ontmoetingen. Ja. Bennekom. Nog in Bennekom. Ja. Hier ook een van de eerste dates, deze het. Ja. Echt. Met Pasen, het paasei. Het paasei. Ja, echt. 2 jaar 11 jaar. Deze, het was wat kouder. En toen was het warmer. Ja. Super veel foto's. Ja. Echt niet normaal. Echt super leuk. Geweldig. Dus ook dat, wow, wat een cadeau. Daar wilden we even mee afsluiten. Dus bij deze, iedereen, fijn weekend nog en doei doei!